Vandaag kan er een belangrijk moment komen voor crypto, want 1 uur nadat deze video online is gekomen, dus om 6 uur 's avonds Nederlandse tijd, begint het evenement The B-Word. Dat is een evenement rondom Bitcoin, georganiseerd door onder andere Cathie Wood van ARK Invest en Jack Dorsey van Twitter. Beide bekend dat het grote voorstanders zijn van Bitcoin. En ze hebben onder andere Elon Musk uitgenodigd en met z'n drieën zullen ze ook een discussie gaan voeren van minstens een uur, of een uurtje is in ieder geval de planning. En waarom is dit dan belangrijk? Nou, dat is natuurlijk omdat we eerder hebben gezien dat deze drie personen best wel een invloed kunnen hebben op koersen van aandelen of op koersen van cryptocurrencies. Het is misschien zo dat zij veel invloed hebben of dat heel veel kopers van dit soort producten, van deze beleggingen laten we het zeggen, dat die juist luisteren naar wat deze personen te zeggen hebben. Dat zagen we bijvoorbeeld eerder bij Elon Musk. Want Elon Musk heeft natuurlijk best wel wat invloed gehad op de koers van Bitcoin toen Tesla aankondigde om ten eerste betalingen te accepteren. Maar ook toen ze aankondigde dat ze zelf voor 1,5 miljard euro aan Bitcoin hadden gekocht. Dat had best wel een positieve invloed op dat moment op de koers van Bitcoin. Die schoot daarop omhoog. Later zijn ze trouwens weer teruggedraaid. Hebben ze het niet langer geaccepteerd omdat juist het energieverbruik van Bitcoin een probleem zorgde. Dat eigenlijk niet in lijn lag met de missie van Tesla. In die tijd daarna heeft Elon Musk juist veel tweets gepost over Dogecoin. Daarop ging juist, kwam de Dogecoin hype, zeg maar, ging het Dogecoin heel erg omhoog. Nu ook weer een stuk lager. Dus je ziet wel dat daar, ja, best wel een invloed op is geweest. Dat in ieder geval veel mensen kijken of handelen op wat Elon Musk doet en zegt. Vervolgens heb je natuurlijk ook Cathie Wood. Zij is vooral denk ik bekend geworden een paar jaar geleden toen zij kwam met een koersdoel van $7000 voor een aandeel van Tesla. Dat was dan het koersdoel voordat de split is geweest. Inmiddels is er een 5 tot 1 aandelensplitsing geweest. Dus dat zou betekenen dat het koersdoel nu op $1400 ligt. Oftewel een verdubbeling ten opzichte van de huidige koers van Tesla. Maar dat is in ieder geval een punt waar zij heel erg, ja, bekend door is geworden. Misschien ook juist Tesla wel heel erg bekend door is geworden. Op de radar is gekomen van heel veel beleggers. En onder andere daardoor misschien ook wel de koersstijging die we de laatste jaren hebben gezien. Heeft misschien wel invloed gehad op wat zij op dat moment heeft onderzocht en hoe zij dat presenteerde. En tenslotte dus Jack Dorsey, bekend als CEO van Twitter, maar ook zeker als CEO van Square. Een bedrijf dat volop bezig is met betalingen. Betalingen als zoals banken dat doen, zeg maar, tussen personen in bankrekeningen. Maar zeker ook met aandelen, met beleggen of cryptocurrencies die je via het platform kunt kopen of kunt handelen. En de verwachting is dan ook dat het gesprek onder andere over die punten gaat van het energieverbruik. Zoals eerder gezegd, dat was toen een punt voor Tesla. Inmiddels is ook de Chinese overheid daar ingegrepen. Heel veel Chinese miners, zeker in een bepaald gebied, zijn gestopt. Zij moeten stoppen. Zijn inmiddels aan het verhuizen, bijvoorbeeld naar Amerika. In de staat Texas is juist nu heel erg populair bij dit soort miners. Omdat er juist een overvloed is aan energie en ook nog eens aan duurzame energie. Dus je zult zien dat zij wel weer terug zullen komen, maar dat ze ook nog eens goedkoper kunnen minen en dat er ook nog gebeurt met duurzame energie. Dus het is eigenlijk wel positief voor het Bitcoin-netwerk dat deze ontwikkelingen er is geweest. En misschien dat Jack Dorsey daar ook wel op in gaat spelen, dat hij probeert om Elon Musk weer juist aan boord te krijgen. Nu juist best wel duurzaam gebeurt dus. Dat zou dus weer een punt kunnen zijn. Dat heeft Tesla ook gezegd. Als het duurzamer gebeurt, dan gaan we wel weer, misschien wel weer instappen. Nou, misschien is dat vanavond wel het moment dat dat besproken gaat worden. En zoals we eerder hebben kunnen zien, als Tesla dingen gaat accepteren of misschien meer geld stopt in Bitcoin, kan dat best wel eens positief zijn voor de koers. Maar het is natuurlijk niet zo dat dit alleen maar belangrijk is vanwege dit evenement. Het is ook juist het tijdstip of het moment waarop dit evenement bezig is. Want er is best wel veel aan de hand met de koers, met het volume. En dat kan ik dus beter laten zien in een grafiek. Want kijken we hier naar de Bitcoin US dollar koers van eigenlijk het laatste jaar. Een jaar geleden stonden we op $9200. Toen is het gestegen naar $65000. En inmiddels weer gezakt naar ongeveer nu rond de 30.000, $31.500. En we hebben best wel wat flinke schommelingen dus gezien. En ja, nu de laatste tijd vooral flink wat naar beneden. Niet alleen de koers die dus eigenlijk sinds het hoogtepunt is gehalveerd, maar ook het volume is best wel aan het afnemen de laatste tijd. We zien het hier wat langzaam omhoog gaan. Ging het weer wat minder. Hier is het nog heel erg hoog geweest. Maar dat is juist het moment geweest dat heel veel mensen juist weer zijn gaan verkopen. Tegelijkertijd kopen natuurlijk andere mensen dan. Maar dan is er veel volume. Mensen die hier misschien zijn ingestapt, toen het eenmaal ging dalen, willen zij ook weer snel verkopen om niet te veel verlies te leiden waarschijnlijk. Veel anderen zullen al eerder hebben gekocht en zullen nu niet zo snel iets verkopen, maar misschien ook wel niet bij gaan kopen. Want ook zij zitten natuurlijk te wachten op wat gaat de koers van Bitcoin doen.
kijken we bijvoorbeeld naar de Bollinger Bands, dan zien we dat die hier wat dicht bij elkaar liggen. En vaak geeft dat aan dat er naderhand wel een uitbraak zal zijn. Nou, die uitbraak kwam een beetje hier. En die ging dus eigenlijk de koers van toen, $20.000, schoot al vrij snel door naar $60.000. Als we inzoomen, zie je dat trouwens ook, dat we telkens een beetje tegen de bovenkant van deze indicator aan zitten. Dat is heel erg positief, geeft dat aan. Hier werd het een beetje minder, maar dat pakt hij al vrij snel weer op. En eigenlijk tot aan de top zien we dat we vaak bovenaan dingen aantikken. Terwijl eigenlijk sinds april en zeker sinds mei is het een stuk negatiever geworden, het sentiment. En zitten we juist heel vaak onderaan deze indicator. Dus dat geeft een veel negatievere trend weer. Zetten we deze uit en gaan we dan even kijken naar de moving averages, oftewel de gemiddeldes, dan zien we eigenlijk een beetje een soort vanzelfde beeld. Vorig jaar, ja eigenlijk tot een paar maanden geleden, zaten we telkens boven alle gemiddeldes. Boven de gemiddelde, die rode van 20, 50, 100 en 200 dagen. Dus daarop ging ook de koers omhoog, omdat de trend er gewoon was. Die trend die sloeg hier ergens om en dat zie je ook. Want inmiddels zitten we juist de laatste tijd onder alle gemiddeldes. En zeker onder die van de 20 dagen, die blijft heel erg sterk. Dan zitten we nog steeds in een negatieve trend. En als we dat dan weer gaan kijken, daar heb ik ook die lijnen getekend. Ik zal deze even uitzetten. Wat je heel erg ziet dat belangrijk zijn, zijn de lijnen van $20.000, $30.000 en $40.000. Hier schoot hij vorig jaar, had hij een beetje weerstand richting de $20.000. Daar schoot hij doorheen naar 30, vrij snel al naar 40. Maar toen ging hij weer terug en zocht die steun, of vond hij ook steun, rond de $30.000 om vervolgens verder te gaan. En nu zagen we juist dat sinds het hoogtepunt hij wegzakte door de 40 richting de 30. Daar vond hij steun, maar ook weer weerstand richting die 40. Hij blijft hier een beetje tussen hangen, terwijl hij nu de laatste tijd juist langzaamaan richting die 30 gaat. En nu zijn we er al een keer doorheen gebroken, maar nu zitten we er iets boven. Dus dit kan zo'n belangrijk moment zijn. Dat kan zijn dat het evenement daarbij helpt om het misschien positiever te krijgen, dat we richting de 40 gaan. Het kan ook zijn dat het er niet voor zorgt dat we juist negatiever eruit komen en dat we juist dan richting die $20.000 gaan. Dus zoals gezegd, het moment van dit evenement is ook gewoon heel erg belangrijk. En ik heb eerder in deze serie al aangegeven, een paar video's terug al, van ik denk dat er richting het einde van het jaar, dat dan de hype rondom crypto wel weer een beetje over is. Mensen zullen alweer een beetje teruggaan naar het oude. Ze zullen misschien winst gaan nemen. Want die winst kunnen ze namelijk goed gebruiken om weer andere uitgaven te doen. Je kunt weer op vakantie, je kunt weer naar het terras. Dus daar hebben mensen ook weer geld voor nodig. Dus dat zou kunnen zijn dat dat misschien over een tijdje is. Maar het zou ook zo kunnen zijn dat nu op sommige plekken juist mensen al winst nemen. En dat daardoor ook deze daling inzet. Laat ook vooral in de reactie weten wat jij ervan denkt. Denk je dat we juist richting de 40.000 gaan? Of gaan we juist richting de $20.000? En waarom denk je dat? Laat dat eens weten in de reactie onder deze video. En dan loggen we ook weer even in bij CoinMerge. Want ook deze maand ga ik €100 investeren. En dat heb ik zelfs al gedaan. Want net was er even een beetje problemen met mijn audio. Waardoor de opname die ik heb gemaakt, dat daar geen audio bij zat. Ik stond in ieder geval van tevoren dus €100 lager. We zien hier die €100 investering. We hebben hoger gestaan. Hier stonden we op meer dan €500. En zojuist stond ik op min 24% voordat ik deze investering deed. Natuurlijk nu worden de percentages iets anders nu er opnieuw €100 is geïnvesteerd. Dus het idee altijd is geweest om iedere maand €100 te investeren. Gaat het goed met crypto, €100. Gaat het minder goed met crypto, nog steeds €100. Dat het gewoon wil toepassen van het dollar cost averaging principe. Omdat ik er wel in geloof op de lange termijn. Die lange termijn is dus misschien volgend jaar of nog 2 jaar verder. In ieder geval tot die tijd blijf ik dit gewoon doen. En kijken gewoon wat de resultaten zijn. Nu was de hype heel erg groot. Misschien is die over, misschien laait die opnieuw op. Zullen het zien de komende tijd. Kijken we even naar mijn wallet, oftewel mijn portfolio. Dan heb ik de €100 van zojuist verdeeld in €50 richting Bitcoin. Bitcoin is denk ik nog steeds de belangrijkste. Is denk ik niet eens. Dat is gewoon nog steeds de belangrijkste. De grootste cryptocurrency. En zoals gezegd, we kunnen richting de 40 gaan. We kunnen richting de $20.000 gaan. Ik weet het niet. Ik kan dat niet timen. En vandaar dat ik daar nu toch gewoon die €50 in investeer. En de overige 50 heb ik verdeeld tussen Ethereum aan de ene kant en Cardano aan de andere kant. Dogecoin heb ik de vorige keer gekocht of 2 maanden geleden gekocht. Juist tijdens die hype. Toen €20 in geïnvesteerd. Maar ook met het idee van het zou kunnen verdubbelen omdat die hype er gewoon was. Maar het kan ook zomaar halveren en het is zelfs meer dan gehalveerd. Maar het idee daarachter was gewoon om jullie te laten zien wat er kan gebeuren als je geld stort in een hype. En in dit geval was dat Dogecoin. Nou,
kunt het zien, je bent meer dan de helft van je indag kwijt. Bij de rest ben je ook wel wat kwijt, maar niet die percentages als bij zo'n hypecoin. Want dat noem ik het gewoon. Zo zie ik het nog steeds. Het heeft in ieder geval, het heeft niet echt waarde. En als het al iets heeft, is het altijd nog veel minder dan deze andere projecten. Waar ik dus deze maand wel mijn 100 euro heb verdeeld en dus opnieuw investeringen heb gedaan. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Zometeen dus het evenement. Best wel een belangrijk moment. Het kan best wel interessant zijn om het te gaan kijken. Maar de uitkomst of ja, de invloed kan ook best wel belangrijk zijn. Juist omdat we nu best op een kritiek punt zitten. Gaat het richting de 40 of gaan we richting de 20? Best wel belangrijk voor veel mensen. Dus laat ook vooral weten hoe jij daar tegenaan kijkt. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien zoals deze, maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen. Wil ik jou bedanken voor het kijken en hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.